Hallo en welkom bij deze videoreview van digicamshop.nl. Mijn naam is Jeremy Chong, productspecialist pocketcams. En de pocketcam die wij deze keer gaan behandelen is de JVC Pixio. Een bijzonder klein en handzaam apparaatje, maar toch geschikt om 1080p Full HD video's mee op te nemen en 8 megapixel foto's te maken. Onder andere een HDMI-aansluiting en een zeer gevoelige en goede microfoon. Laten we snel gaan beginnen met het bekijken van het product van dichtbij. Als je de JVC Pixio inschakelt, dan is dit direct wat je ziet, het preview-beeld. Daar staan een aantal status-dingetjes in, waaronder de tijd die je nog hebt om op te nemen. En dat is op het interne geheugen vrij weinig, want dat is maar liefst 34,5 MB, dus dat is nog een halve minuut in 1080p opnemen. De videostand waarin hij staat, dat is dus 1080p op dit moment. Op het moment dat je de macro-schakelaar overhaalt, dan zie je dus het bekende bloemetje voor het macro-stand in het scherm verschijnen en de batterijstatus. Het midden van de D-pad knoppen hier indrukken is direct beginnen met opnemen. De knop om te schakelen tussen foto en video zal ervoor zorgen dat je naar de 8 megapixel fotostand gaat. Verder heb je natuurlijk de play-knop waarmee we even kunnen laten zien dat je je voorbeeldjes tevoorschijn kunt halen. En op het moment dat je dan daarvoor kiest, dan zal hij die gaan afspelen. De JVC Pixio van dichtbij. Op de voorzijde heb je een aantal knoppen. Dit is een D-pad of directional pad. Naar boven, beneden, links, rechts en midden om functies te bevestigen. Natuurlijk de aan- en uitknop met een indicatielampje. Dus als je het apparaat aanzet, dan gaat het lampje branden. Een play-knop om je foto's en video's te bekijken. De verwijderknop, prullenbakje. Dit is de indexknop. Daarmee kun je je weergave voor opgenomen materiaal anders rangschikken. En de knop om te schakelen tussen foto- en videomodus. Op de bovenzijde heb je helemaal niks. En aan de linkerkant heb je de macro-knop, het is een schuif. Daarmee kun je dus foto's en video's van dichtbij opnemen en laten scherpstellen. Aan de rechterzijde hebben wij een mini-USB-poort om het apparaat dus op te laden en met de PC te verbinden. Een mini-HDMI-poort. Overigens wordt de kabel die je hiervoor nodig hebt om op een HD-scherm aan te sluiten niet meegeleverd. Dus die dien je wel apart nog aan te schaffen. En de 3,5 mm AV-poort voor de televisiekabel composiet die dus wel in de doos zit. Dit is een luidsprekertje, dus daarmee hoor je het geluid van je opgenomen video's als je ze op de Pixio bekijkt. Op de onderzijde heb je het schroefdraadje voor tripods of statiefjes, dus de Pixio is ook op een statief te gebruiken. Op de achterzijde hebben we tot slot natuurlijk de lens en de gaatjes hier is de microfoon. En onder dit luikje hier zit het SDAC-slot van de Pixio. Het SDAC-slot is geschikt voor kaartjes tot en met 32 gigabyte. En dat is altijd aan te raden met zo'n pocketcam, omdat je dan maar liefst 5,5 uur 1080p Full HD kunt opnemen. En sowieso is het raadzaam om dat kaartje erbij te kopen, want hij zit er niet bij. En zoals we net al vertelden, heeft het apparaat maar 35 MB intern geheugen, waar je slechts enkele seconden mee kunt opnemen. De JVC Pixio wordt geleverd in een mooi klein doosje. En er zit ondanks dat toch een hoop in. Natuurlijk de Pixio zelf. En daarnaast een gebruikershandleiding in maar liefst 21 talen, waaronder Nederlands en Engels. Verder garantievoorwaarden, dat soort boekjes die er altijd bij zitten. Een AV-kabel, composiet AV-kabel, met rood en wit voor geluid en geel voor video. Dus 3,5 mm, dus deze gaat in de Pixio. Dus het apparaat is op de televisie aan te sluiten. Een polskoordje, dus die haal je via het lussen door de Pixio heen en dan kun je hem voor de zekerheid aan je hand vasthouden. En een standaard mini-USB-kabel om het apparaat op te laden via de computer en op de computer natuurlijk aan te sluiten om bij het interne geheugen te komen. Conclusie. De JVC Pixio is een prachtig mini-cammetje
met vele bijzondere features. Zo is het apparaat uitgerust met een automatische witbalans die het zelfs binnenshuis echt uitstekend doet. Verder is het natuurlijk een echte social cam. Het apparaatje is gemaakt om direct foto's te schieten en met de meegeleverde software direct naar bijvoorbeeld YouTube up te loaden. Het toestel heeft natuurlijk HDMI en neemt nogmaals 1080p op, wat gewoon bijzonder is voor een pocketcam. Zeker waar de concurrentie op dit moment op 720p HD ready steken blijft. Mindere dingetjes van het apparaat. Hij ziet er wel erg flashy uit, met name de achterkant. Het is een behoorlijke Aziatisch uiterlijk. Het is ook glanzend, dus het vlekt nogal snel. Alleen goed, even zo en het is natuurlijk weer weg. Desondanks is deze JVC Pixio een prachtig apparaatje. Zoek je er eentje die gewoon in Full HD opneemt en gewoon in je broekzak past, dan is hij bij uitstek geschikt voor jou. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer.